Hallo, mijn naam is Harm Germs en we staan hier bij een aardappelschuur waarin de laatste geoogste zetmaalappels worden bewaard. Dit zijn allemaal aardappels bestemd voor de namalencampagne. Nou, wat is belangrijk bij het inschuren van zetmaalaardappelen? Nou, als eerste, het moet niet te koud zijn. De aardappels mogen niet bij te koude temperatuur geoogst worden, dus niet onder de 8 graden. Anders dan heb je dus meer kans op blauw beschadigingen en ook verliezen daarna. Wat is nog meer van belang? Zorg voor een schone partij met weinig tara. En ook de rassen die bewaard moeten worden, moeten daarvoor geschikt zijn. Nou, een paar voorbeelden van rassen die daar uitermate voor geschikt zijn om langer te bewaren is bijvoorbeeld een Avarna, een Action, Festine, BMC, Novano. Nou, zo zijn er nog wel een aantal rassen die wel in meer of mindere mate geschikt zijn voor een lange bewaring. Alters kun je prima bewaren, alleen dat is niet een ras die je zou moeten bewaren tot zeg maar aprillevering. Nou, waar moet je meer aan denken? Het is belangrijk om de partij goed droog in de schuur te krijgen. Dus als er een keer een keeper met aardappel is nat geregend, ga die niet in de schuur draaien, maar bewaar die apart. Want met name dat soort plekken geeft toch vaak problemen. Belangrijk is om zo gauw als de schuur ook maar enigszins gevuld is, begin met ventileren, begin met drogen. En de droogfase is eigenlijk toch de belangrijkste. Het gaat niet zozeer om het koelen daar, maar het gaat met name om de partij gelijkmatig qua vocht en ook qua temperatuur te krijgen. En eigenlijk dus zo gauw als je de eerste dag hebt afgerond, ga direct zorgen dat die partij geventileerd kan worden. Denk daarbij ook dat de lucht de weg van de minste weerstand kiest. Dus soms dan is het noodzakelijk om de roosters of de kokers af te dichten, zodat het lucht wel gedwongen door die partij aardappelen gaat. Dan heb je natuurlijk wel het meeste effect. Heb je eenmaal de partij gedroogd, dus de schuur is vol en de aardappelen zijn gedroogd, dan krijg je de wondheling. En dat zorgt voor de verkurking van die eventuele beschadigingen die op het, onder het oppervlak van de aardappels zich bevinden. Dat is afhankelijk van de temperatuur. Is het wat kouder, dan duurt het wat langer. Maar normaal gesproken is ongeveer 2 weken ben je daar wel mee bezig. En daarbij is dus ook van belang niet direct gaan terugkoelen. Eerst de wondheling goed te laten plaatsvinden. En daarna pas ga je de partij rustig terugkoelen na een temperatuur of 6 tot 4 graden ongeveer. Dan ga je te snel terugkoelen, dan krijg je binnen zo'n partij verschillen in temperatuur. Waarmee je dus ook condensatie van een van vochten ophopingen zult krijgen in een partij aardappelen. Dus altijd zorgen voor een geleidelijke verloop van de temperatuur in aardappelpartij. Ook met condensatie zorg dat je genoeg ventileert. Kun je niet ventileren met buitenlicht, gebruik dan met een mengstand of ga intern ventileren, zodat er wel de partij gelijkmatig wordt, de vochtigheid gelijkmatig wordt en ook de temperatuur gelijkmatig wordt. Heb je eenmaal de wondheling gehad, maar ook is het voldoende teruggekoeld, dan kom je in de fase van bewaring. En daarmee moet je dus denken aan dat die partij af en toe wordt belucht. En dus zorg dat de temperatuur zo constant mogelijk wordt gehouden. En af en toe zorg voor luchtverversing, zodat je de CO2 vanuit de verademing van die aardappelen uit de schuur krijgt. En af en toe zorg voor verse lucht in de partij. Belangrijk is zo weinig mogelijk temperatuurschommelingen in de bewaring en zo lang mogelijk de partij constant te houden, zodat je uiteindelijk zo goed mogelijk naar naar ongeveer maart komt of april, naarmate je wilt bewaren. Dus dat even in het kort denk ik over de bewaring.